Hey jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Denske, en vandaag hebben we voor jullie een call-out video. En sommigen van jullie zullen misschien niet weten wat call-outs zijn, dus ik zal eventjes kort uitleggen. In ieder geval, als jij Call of Duty speelt en je speelt het dan meer competitive, dat is dus MLG, Game Battles, of nou die Clan vs. Clan is ook meer competitive, dan is het belangrijk om dus call-outs te kunnen geven. Call-outs zijn dus een soort van tips of aanwijzingen om door te geven waar mensen zijn. Dus als jij bijvoorbeeld iemand aan de andere kant van de map ziet, dan kun je daar moeilijk achteraan rennen. En je kunt beter tegen een teammate zeggen die in de buurt is van, hey, daar zit iemand, weet je wel. En daar gaat deze video over. En als jij Game Battles gaat spelen of Clan vs. Clan of wat dan ook, dan zijn er 5 mappen waarop dat gespeeld kan worden. Dat zijn Sovereign, Warhawk, Octane dus, dat is deze map, Strike Zone en Fright. En iedere map heeft weer andere game modes. Over het algemeen is het Blitz, Domination of Search and Destroy. Maar bijvoorbeeld op Sovereign kan geen Domination gespeeld worden. Dus zodoende. Maar in ieder geval, op deze map kan alles gespeeld worden. En dit is dus Octane. En ik ga nou jullie laten zien wat de meest gebruikelijke namen zijn. Of call-outs zijn voor bepaalde spots. En het kan zijn dat sommige dingen bijvoorbeeld, dat je daar betere benaming voor hebt. En dat is allemaal gewoon goed natuurlijk. Kun je ze ook achterlaten in de comments. Dan kan ik er nog wel van leren natuurlijk. Maar het is gewoon belangrijker dat jij met jouw groep waarmee jij speelt gewoon overlegt van hey, dit heet zo en noem maar op. Maar ik probeer jullie een beetje uit te leggen van wat de meest gebruikelijk is. Dus in ieder geval, als je hier dus spant, en in dit geval is het dus Domination, maar dat maakt het in principe niet uit. Want je gebruikt die Domination call-outs gewoon eigenlijk voor iedere map, dat is het makkelijkste. In ieder geval, dit is dus gewoon spant. Noem je dit dus C-Dam. Over het algemeen worden Engelse benamingen genoemd omdat die korter zijn. Maar in dit geval kun je dus ook gewoon zeggen C-Vlag, want het is dus gewoon een C-Vlag. Je kunt zeggen B-Vlag en A-Vlag in plaats van C-Dam. Maar over het algemeen zijn Engelse benamingen korter, dus meestal gebruik ik Engelse benamingen, maar soms doe ik ook half Nederlands, half Engels. Dat zullen jullie zo meteen ook wel merken, maar het is maar gewoon dat het duidelijk is. En in mijn geval, ik speel met Nederlandse mensen, dus die kunnen wel Nederlands en half Engels. Maar als je echt met Engelse mensen wilt spelen, dan moet je natuurlijk alleen maar Engels doen. In ieder geval, als we dus rechts gaan, hebben we je garage, en dit is dus gewoon helemaal garage of garage. Dat is net wat je zelf fijn vindt. En als we dus naar boven gaan, dan is het belangrijk om te weten dat dit top broken is. En dat komt omdat dit natuurlijk allemaal kapot is. En heel veel mensen zeggen top garage, maar dit is top garage. Heel dit gebied is top garage. En dit is dus waar we nou zijn, is top broken. Belangrijke call-out, want je kunt direct overal heen kijken. Dus gewoon belangrijk om te weten hoe dit heet. En verder de rest hebben we hier garage ladder of zo. Het is maar net wat je wil zeggen. Want je kunt ook wel zeggen ladder, maar ja, ladder is gewoon makkelijker. Dus garage ladder of zo. Dat is wel duidelijk. Of je zou zeggen top garage C, omdat je dus op C kan letten. Het is maar net wat je zelf fijner vindt. En het kan zijn dat jullie soms gewoon denken van, nee, ik ken betere call-outs. Nou zeggen, laat het maar weten. In ieder geval, als we dus hierheen gaan, hebben we hier Front Garage. Dat is zo in dit gebied ongeveer, denk ik, tot zoiets. En dit is Front Broken. Dus dat is ongeveer bij deze tank en bij deze Humvee. Heel veel mensen zeggen hier ook Humvee, maar dat doe ik expres niet. Want daar heb je ook Humvees. En die noem ik Humvee of Hummer. Het is maar net wat je wil. In ieder geval, dit is dus Humvee of Hummer. En belangrijke call-out. In ieder geval, als we dan doorlopen, hebben we hier Strip of Strip Club. Dit noem ik Front Strip. Dat is vrij logisch, hè. En dit is Bottom Strip. En je zou zeggen begaande vloer stripclub. Maar ja, dat duurt gewoon te lang. Daarom zeg ik gewoon Engelse benaming dus Bottom Strip. En Top Strip. Dit helemaal. En meestal wordt dit bedoeld met Top Strip. Dus dat is belangrijk om te weten. En dan is het een beetje moeilijk. Hoe noem je dit dan? En ik noem het meestal Top Strip A. Omdat je dus op A kan letten. Je zou het ook zeggen Strip Hop Up. Omdat je hier omhoog kan klimmen of zo. Maar ik zou zeggen Top Strip A. Dat is vrij duidelijk. En als we dan weer doorlopen naar deze kant, heb je die vrachtwagen. En meestal noem ik dit een strip truck. En dat komt natuurlijk een vrachtwagen is. En ik geef deze call uit alleen maar als er echt hier iemand op zit. Maar meestal zit hier toch niemand op. Maar dat zou je in principe kunnen doen. In ieder geval, als we doorlopen naar achteren. Ja, nou, ik zou zeggen, raad is hoe dat zou heten. Dat is natuurlijk backstrip. En dit is dus vanaf ongeveer daar tot daar. Allemaal backstrip. En als we dan doorlopen, dan komen we hier terecht. En dit noem ik backbus, dus ongeveer zoiets, tot we daar. En best grappig, want dit is eigenlijk de voorkant van de bus, maar omdat dit de achterkant van de map is, noem ik dit backbus. En dan noem ik dit meestal frontbus, dit gebied zo. Ja, je zou die tanks als call-outs kunnen geven, alleen dat is altijd een beetje moeilijk, want er zijn 3 tanks. Je hebt deze tanks, waar ik naar op sta, daar heb je een tank en daar zit ook een tank. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, bijvoorbeeld een motel tank, dat zou een optie kunnen zijn. En in ieder geval, als we dan verder lopen, dan is het vrij loos, want ik zeg al motel. Dit is de motel, heel dit gebouw is motel. Dit is dus front motel en dit noem ik meestal motel bus. Want dit is gewoon een beetje head glitch, moet je wel opletten, want hier zitten vaak mensen. Motel bus, dit is bottom motel, heel dit gebied zo, waar ik nou doorheen loop. En heb je daar dus A-dom of A-vlag, dat is maar wat jij wil.
Nou, hier heb je meestal, volgens mij is dat BS&D of de B-bom van Sutstrooi. Dus als je zou zeggen, dan noem ik A-vlag, dan zou je zeggen dit B-bom. Want dit is dus voor de domination vlag. Dan zou je zeggen B-bom head glitch. Want dit is een belangrijke head glitch om door te geven. Nou, ik noem het nog gewoon nog steeds BS&D. Dat vind ik zelf fijner, maar dat is dus wat jullie willen. En dan noem ik deze vlag BS&D stairs. Want dat is deze vlag, want je hebt er twee. En dan noem ik dat meestal motel stairs. Want er zijn er twee, je moet wel weten welke. Want als jij hier binnen zit, kunnen ze van beide kanten komen. Dus dit noem ik dus BS&D stairs. En daar in de verte, waar ik naar heen, waar ik naar op schiet, dat is dus motel stairs. Dit is dus top motel, heel dit gebied. En dan zou je in principe ook bijvoorbeeld links en rechts kunnen noemen als je ervoor staat. Bijvoorbeeld top motel rechts, top motel links. Het is maar wat jij wil. In ieder geval, als we dan weer doorlopen via deze kant, dan hebben we daar diner. Dat is diner. En dat is de pawn. Meestal noem ik dit de pawn truck. Want het is ook best belangrijk. Dit is helemaal pawn truck. Zitten meestal niet echt mensen op. Anders zou je zeggen top pawn truck. Maar ik ga er niet vanuit dat er hier mensen op zitten. In ieder geval, dit is dus de diner. En als we naar binnen gaan, is allemaal bottom diner. Dus kun je ook allemaal specifieke callouts geven. Bijvoorbeeld back bottom diner of zo. Weet ik veel wat. Dit is diner stairs. Dit is top diner. En als we hier overheen lopen, zitten we op top pawn. Heel dit gebied. Dit is allemaal top pawn. Dit is bijvoorbeeld pawn stairs, bottom pawn, heel dit gebied, van daar tot daar, tot hier zo. Dit is back pawn, heel dit gebied noem ik back pawn, tot en met daar zo, en daar. Nou, als we dan zo lopen, dit is back alley, heel dit gebied is gewoon een lang gangetje, lang steegje, back alley. En voor de rest hebben we hier, dit is op zich best een grappige call-out, volgens mij hebben mensen niet echt naam voor. Ik noem het meestal gas exit, dat is een emergency exit, sorry. En dat is de meest handige benaming om het te noemen. Voor de rest is dit allemaal gas. Dit zou je zeggen sea gas, omdat je hier op C kunt letten. Is belangrijk als iemand bijvoorbeeld C zit te cappen voor sea gas. Dan weet je dat ze eraan komen. Dit is front gas, dus dit is, heel dit ding kun je ook opblazen. Dat is meestal wel wat er gebeurt, want het is een goede cover. Dat is sea gas. Voor de rest heb je hier gas car. Ik noem het meestal gas car, want het is ook een belangrijke spot. Die noem ik dus gas car. En natuurlijk het belangrijkste, nou, ik weet niet of het belangrijkste is, maar in ieder geval B-dom of de B-vlag, die hebben we dus nog vergeten. En ik denk dat ik nou eens een beetje elke call-out heb gegeven die er mogelijk is in deze map. Dus als jullie voor de rest nog tips hebben voor bepaalde call-outs of betere benamingen, ik zou zeggen laat ze achter in de comments. En als jullie vragen hebben, kun je die ook altijd achterlaten in de comments. En in ieder geval, als jullie de video handig vonden, dan laat alsjeblieft een like achter. Want likes die motiveren mij enorm veel om meer video's te maken. En zo weet ik ook dat ik door moet gaan met deze serie. En het is misschien maar een serie van 5 episodes, want dan doe ik 5 mappen, dus alle 5 de mappen. Maar in ieder geval, als jullie dat fijn vinden, dan wil ik dat natuurlijk best wel voor jullie maken. Dus in ieder geval, als je het leuk vindt, laat dus alsjeblieft een like achter, abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Houdoe.